Hey, hallo. Welkom bij de Marketing en Mindset is Rugger Roll podcast. Dit is een podcast voor alle DIY-muzikanten die een groter publiek willen bereiken door middel van het verbeteren van hun marketing en mindset. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Drie tips voor aansprekende social media posts voor muzikanten. Dat is wel nodig. Ik wil vandaag uh, vooral wat tips geven. Uh, concrete tips, korte tips en vooral wat inzichten eigenlijk uh, jou te geven als muzikant. Want ik hoor van veel muzikanten dat ze het uh, lastig vinden om voldoende content te maken, want ze willen natuurlijk wel zichtbaar blijven, maar ja, wat moeten ze dan allemaal delen? En dat vind ik heel erg zonde, want ja, er is eigenlijk voor muzikanten heel erg veel te posten. En ik ga in een andere aflevering ook in op de zes soorten content posts. Maar ik vind het eerst belangrijk dat jij sowieso meer wordt over social media. En dat je dus een paar uh, korte inzichten krijgt daarover. Want misschien zit je wel in de situatie dat je, dat je probeert om regelmatig te posten. En als je dat dan doet, ben je zelf daar heel trots op dat je dingen hebt geplaatst. Maar valt misschien tegen hoeveel reacties erop krijgt. En dan denk je, ja, waarom doe ik het eigenlijk allemaal nog? Zakt er maar in, het kost me veel te veel moeite en ik krijg er niks voor terug. Nou, en ondertussen ben je dan al een paar weken niet meer uh, zichtbaar. En dat is echt zonde. Terwijl jij als muzikant echt op een goudmijn zit aan content. Nou, en wat bedoel ik met content? Content zijn foto's en video's en teksten waarmee jij iets wil vertellen aan je volgers. Dus dat zijn de foto's, video's en teksten die jij op social media plaatst, bijvoorbeeld, maar ook in e-mails. En daarmee wil je dus de connectie maken met je fans, want ze gaan jou niet zomaar uh, volgen op je social media kanalen. Dat vinden ze leuk. Ze willen jou zien. En jij kunt dus connectie maken met je eigen volgers. Nou, en ik heb drie inzichten. De eerste is vrijwel alles is content. Zeker als muzikant zijnde. Je vergeet het al snel, maar het is echt heel speciaal uh, als je aan het repeteren bent, of aan het opnemen, of aan het soundchecken, of backstage aan het chillen, in de bandbus zit, uh, of een aftershow maaltijd uh, aan het nuttigen bent. Um, er is echt heel veel aan content. Uh, dus ja, eigenlijk kun je niet te weinig hebben. Er is zoveel om te delen. Maar ik denk dat het belangrijkste inzicht is, is dat, dus dat alles content is. Dat jij als muzikant vaak vergeet dat het best wel bijzonder is wat jij doet. Maar je moet dus onthouden dat mensen die zelf geen muziek maken, die ieder klein dingetje eigenlijk al heel bijzonder vinden. en willen meekrijgen uh, wat er allemaal bij komt kijken uh, als muzikant zijnde. Dus de eerste inzicht is: vrijwel alles is content. Nou, En de tweede. De tweede is mix it up, mengen door elkaar. Je zal merken dat de persoonlijke posts zoals selfies de meeste betrokkenheid oproepen. En dat kan misschien frustrerend zijn, want er zijn misschien andere berichten waar je heel erg je best op hebt gedaan, waar minder reactie op komt. En dan plaats je een keer even tussendoor een selfie of iets of een, een foto van de band, en dan krijg je daar de meeste reacties op. Nou. Je zult misschien dus merken dat die selfies en die, die bandfotos uh, de meeste betrokkenheid oproepen. Maar ga nou niet alleen maar selfies of bandfotos posten. Maar bedenk van tevoren een mooie mix aan posts. Uh, van simpele foto's tot diepzinnige verhalen achter je liedjes en alles daartussenin. Want. Uh, Iedereen spreekt weer iets anders aan. Iedereen vindt iets anders weer leuk. Er zijn fans tussen die gewoon vooral je selfies leuk vinden. Uh, maar er zijn ook dus misschien wat diepere fans, meer superfans, die ook echt wel die achtergrondverhalen willen weten. En je wil ze allemaal bedienen. Dus mix it up, meng het door elkaar. Dus niet alleen maar de selfies die dus veel uh, betrokkenheid scoren, zijn ook belangrijk. Want als jij veel betrokkenheid krijgt op zo'n post, dan denkt Facebook de volgende keer misschien wel, ik ga de, de volgende post ook aan meer mensen laten zien. Dus het is goed om wel ook te letten op wat geeft veel betrokkenheid en zulke post ook vaker te delen. Maar meng het vooral goed door elkaar. Mix it up. Dat is de tweede tip. En de derde tip, een inzicht is. Kies een frequentie en stick to it. Dus kies uh, hoe vaak je gaat delen. Spreek dat met jezelf af, hoe vaak je gaat posten en houd dit vol. Je zult merken dat er mensen uh, rekening mee gaan houden en dat er steeds meer en enthousiaster op wordt gereageerd. Zeker als je in de tussentijd je fanbase vergroot. Uh, want nieuwe mensen die, die net jouw pagina volgen, uh, zeker op Facebook die krijgen vaak meer van jouw berichten te zien dan mensen die jou al langer volgen. Dus nieuwe mensen zijn vaak veel meer betrokken of ze zien in ieder geval meer van jouw berichten. Facebook doet dat namelijk om te uh, testen hoe iemand reageert op jouw berichten. En als iemand daar vaak betrokkenheid bij toont, blijft diegene veel berichten zien. Maar uh, als die weinig betrokkenheid bij je post toont, ga je, gaat die steeds minder zien. Maar onthoud dus dat nieuwe mensen vaak veel meer betrokkenheid tonen. Dus het is belangrijk dus ook voor de nieuwe, die nieuwe mensen regelmatig posten voorbij zien komen. Dus dat je frequentie duidelijk hebt. Uh, onbewust gaan mensen daar misschien ook wel rekening mee houden. Maar verwacht geen snel succes. Hè, dat je binnen drie weken van niemandsland, uh, waar je de vogeltjes te uh, fluiten, naar een community oase groeit. Dus dat je dan ineens een enorme betrokkenheid hebt. Verwacht dat niet binnen drie weken. Um, hou op zijn minst een half jaar tot een jaar vol. Ja, en waarom daarna nog stoppen. Dus de derde tip is: kies een frequentie. Dus hoe vaak je post. Dus bijvoorbeeld hoe vaak per week je uh, gaat posten. En hou dat vol. Hou vol, dat is het motto. En dat zijn eigenlijk de drie inzichten die ik jou vandaag wil geven. De eerste was dus: vrijwel alles is content. Vergeet niet dat het eigenlijk best wel bijzonder is wat jij doet. Ook al is het heel normaal voor jou. Dus ook de voor jou kleinere dingen kun je goed delen op social media. Dat is het voordeel van. Zijn van een muzikant. Veel mensen vinden dat bijzonder. Dus gebruik, maak daar gebruik van. De tweede is: mix it up. Dus mix de, de soorten posts, bijvoorbeeld foto's en video's en teksten, korte, uh, korte berichten, lange berichten. Meng dat door elkaar. Want iedereen vindt iets anders leuk. En zo kun je de, al je fans op een leuke manier uh, in contact mee blijven. En de derde is. Kies een frequentie en stick to it. Spreek met jezelf af hoe vaak je gaat posten. En hou dat echt minimaal een half jaar tot een jaar vol. En dan zul je echt merken, als je terugdenkt naar een half jaar of een jaar geleden. Dat je ondertussen tijd meer bet betrokkenheid hebt. Nou, heel veel succes. In de toekomst ga ik ook een aflevering maken over de zes soorten contentpost. Dus ga ermee aan de slag. Geeft het je nu al voldoende inspiratie? Schrijf al je inspiratie op hè, van dingetjes die je kan delen. Um, ga ermee aan de gang, noteer alle ideeën en heb je hulp nodig, dan kun je ook eens de fire training checken. Daarin ga ik heel uitgebreid in op alles op het gebied van wat je allemaal kan delen op social media bijvoorbeeld. Dus uh, kijk dan naar de link in de show notes en dan wens ik je heel veel succes. Doei! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij een vraag of opmerking? Wil je iets weten of juist jouw eigen ervaring of kennis delen? Ik nodig je dolgraag uit om een voice message achter te laten via de link in de show notes. En wie weet kom jij dan wel in de volgende podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Mis geen aflevering door je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast-app. En je kunt me helpen nog meer muzikanten te helpen door het achterlaten van een review. De muziek die je nu hoort is van mijn eigen band The Dirty Denims en is het liedje 24-7-365. Wil je meer weten over Onlightning, over de Fire Training en Community of over deze podcast? Ga naar www.onlightning.nl. Doei!